En president Chandrika Prasad Santokhi heeft in verband met de vaste periode bij het hindoeïsme en de islam, respectievelijk Navratri en Ramadan, opgeroepen tot het zoeken van toenadering tot elkaar en het bevorderen van de eenheid. Het staatshoofd praat van een tijd met enorm veel uitdagingen en waarbij de gemeenschap onder morele en financiële druk staat. We leven nu in een tijd met enorm veel uitdagingen, waarin de gemeenschap onder morele en financiële druk staat. Alleen door middel van eenheid, verbroedering en samenwerking kunnen wij deze uitdagingen overwinnen. Als vader des vaderlands wil ik iedereen aanmoedigen om toenadering tot elkaar te zoeken en de eenheid te bevorderen. Dit is ook de geest van alle religieën. Toenadering en eenheid, die zullen zorgen voor een positieve ontwikkeling in ons land. Laten we de zegeningen van de Schepper afsmeken om ons land Suriname te redden door de economie weer op het juiste spoor te krijgen. De president roept de samenleving op om het pad van destabilisatie te verlaten en samen te bouwen aan een vreedzame natie. Hiervoor is een ieder nodig. Santokhi zegt dat in dit kader de regering gestart is met een nationale dialoog. Partijen moeten dichter bij elkaar gebracht worden. Daarom zal hij als president het pad van dialoog niet verlaten. Onze natie bevindt zich in een zeer lastige financiële positie als gevolg van de verschillende crises, zowel nationaal als internationaal, die onzekerheden veroorzaken. Maar ondanks die onzekerheden zetten wij als regering in om ervoor te zorgen dat waar het nodig is in te grijpen om de samenleving te beschermen en om de samenleving te helpen. Daarom zijn we ook als regering bezig gerichte ondersteuning te geven aan mensen met lage inkomens. Laten onze gezamenlijke gebeden gedurende deze periode een inspiratie zijn voor een nieuw tijdperk. En laten wij samenwerken voor de veiligheid, waardigheid en welvaart van onze samenleving. Suriname heeft volgens president Santokhi een sterke reputatie van tolerantie en is een voorbeeld van het vreedzaam naast elkaar bestaan van de religies. Hij roept een ieder op om dat zo te behouden. De president benadrukt dat de weg die de regering is ingeslagen solidariteit vereist om tot succes te komen voor land en volk.